Het is zondagochtend. Best wel vroeg voor een zondagochtend. Maar wij gaan met Mariska en met Maurice. En misschien wel vooral met Maurice. En met Rachel. En met Levi. En met Vief. We gaan de palen in beton zetten. Zodat als het weer zo stormt als eerder dit jaar, dat niet het hele hek plat ligt. Het is gelukkig mooi weer, dus kom maar op. Ruud en Erika blijken er ook te zijn. Iets wat onverwacht. Dit is de tuin tot nu toe. Dat gaat eruit. Wij gaan alvast beginnen. I don't care. Ik ga het hek er al uitboren. Ik heb niet de goede bitjes. Hey. Twee hekken eruit. Je wilde ze toch uit elkaar halen? Wat nu? De hulptroepen zijn er ook. Kijk, daar is die. Hulptroep 1. Ja, dat ben jij. Ik moet iets opbouwen. Wacht. Maar zitten ze goed? Wordt lekker gepoord in cement. Cementporren. Een hoop bedrijvigheid. Vief is bezig met de hoge drukreiniger. Maurice is bezig met cement. Levi is bezig met het vasthouden van een paal en meten. En Mariska is bezig met kijken. Super goed bezig. Dan ga ik meteen weer rennen. Dus als jij hem open doet, rol ik hem snel uit en dan ga ik meteen weer rennen. Kijk hem. Rachel probeert een zitzak te maken door lucht in te rennen. Kansloos. Het eerste deel van de schutting staat op naar het tweede deel. Of eigenlijk het deel wat ik als eerste eruit gehaald heb vanmorgen. Kijken of dat ook zo vlug gaat. Het mooiste is gewoon dat je het aardvochtig hebt. Hey. Vief heeft net een extra stuk gekocht van een schutting. Zodat we het ook dicht kunnen maken. Daar staat ze. Maurice is met het laatste deel van de... Oh, lumpjes. Er moet ook nog een nieuw stuk hek komen. En dat nieuwe stuk hek, dat komt hier. En bij een nieuw stuk hek hoort een nieuw gat. En dat ga ik maken. Met een boor. Met een drill. De drill instructor. Tijdens het boren van het gat voor een nieuwe paal stuit ik op een muur. Dus verder dan 25 centimeter kom ik niet. Eens kijken of we iets meer ruimte kunnen krijgen. Daar gaat hij wel doorheen. Ja.
scène van Home Improvement na. Tim de Toolman Taylor. Hallo meneer Borg. Het is dicht. Er zijn geen halve zolen meer die zo de tuin in lopen. Geen honden, geen kinderen. Yay! Opruimen. Opruimen voor de tv pleuren en Formule 1 kijken.